satellite scan. In onze straat.
Wij komen hier vandaag samen op de straat om onze stem te laten horen. Om in het verzet te gaan tegen de moskeeënbouw en islamisering van ons Europees avondland. Ondanks de tegenstrubbelingen van de socialistische Vermont en zijn gevolg, hebben wij hier dan toch het recht op betoging kunnen afdwingen. En dit via juridische weg. Het verbod om te betogen in de buurt van de moskee was een bekentenis en gaf de ware problematiek bloot en werd zelfs bevestigd in hun argumentatie. Het wordt namelijk als provocerend me ervaren om onze bezorgdheid te uiten in hun buurt. Zo wordt omschreven. Inderdaad, volgens het politiek correcte clubje is het hun buurt. De buurt is van de islamitische allochtoon en niet van de bezorgde Vlaming. Kameraden, het is u misschien opgevallen, maar vandaag, dan komen we op het einde van onze manifestatie, hebben we geen rellen gezien. Niet in ons en tijdens ons betoging en niet rond ons. Maar waar zouden die rellen dan komen altijd? Want bij meneer Tremont zijn vrienden, want daar komen de rellen altijd. Want zijn Turkse wijken, daar komen de rellen altijd vandaan. Een dank aan de linkse pers. Kameraden, de persen. We trekken 1 uur na de manifestatie. We trekken 1 uur stip na de manifestatie. We trekken de bussen richting huis. Dus... Op 22 maart verwacht jullie allemaal terug in Gent. Zal het NSV betogen voor de plaatsmode in Zuid-Afrika aan te kaarten. Wij zijn solidair met het Zuid-Afrikaanse volk. Wij zijn één volk. Kom alle naar Gent betogen. Hey, mars. Met het NSV, we verwachten allemaal, brengt allemaal iemand mee, dan zijn we met dubbel zoveel. Op 22 maart. Kameraden, we sluiten af met de tweede strofe van de Vlaamse Leeuw. De tijd is stil, blijven staan. De weer verder steden, een volk zal nooit vergaan.